Nuon laat de prijs van stadsverwarming met 14% stijgen. Hiermee stijgt deze even hard als het gas. De Partij van de Arbeid stelde hier vragen over aan het college. Wat is stadsverwarming precies? Ja, stadsverwarming is eigenlijk een alternatief voor gas om een huis te verwarmen. Dus eigenlijk stroomt er warm water, die in dit geval bij de Nuon-centrale vandaan komt, via leidingen naar je huis toe en verwarmt op die manier je huis. U heeft er vanavond vragen over gesteld, met name over de prijsontwikkeling. Hoe zit dat precies? Hoe gaat die prijsontwikkeling eruit zien hier in Arnhem de komende tijd? Een van de duurzaamheidsacties is dat wij van het gas af willen of moeten. En een van de methodes daarvoor is de stadsverwarming. Dus daarom is het eigenlijk belangrijk dat wij meer naar stadsverwarming toe gaan. En dat kan ook. Daarom is het ook belangrijk dat we meer stadsverwarming gaan doen en minder gas. Dus vandaar is het ook gek dat de stijging op de gasprijs, die eigenlijk een prikkel moet zijn om duurzamere maatregelen te nemen, nou eigenlijk averechts gaat werken. Nou, hoe zit dat? Stadsverwarming is eigenlijk iets wat vanuit een leverancier komt. Dus je kunt niet je eigen leverancier kiezen. Je hebt gewoon te maken met een leverancier die stadsverwarming levert. En om te voorkomen dat die leverancier gewoon alle prijzen kan vragen die hij wil, is er ooit vastgelegd dat de prijs niet meer mag stijgen dan de prijs van het gas. Wat op dat moment best een logische was, want de gasprijs was leidend en in heel Nederland was het zo. Alleen omdat we nu dus vanwege die duurzaamheidsmaatregelen de gasprijs enorm verhogen, levert dat een nare bijwerking op in dit geval. Ja, en dat vinden wij niet terecht. Ja. Nee, inderdaad, het gaat eigenlijk over dat stadsverwarming is natuurlijk duurzamer, maar de Nuon heeft nu aangekondigd de prijs van stadsverwarming eigenlijk net zo hard mee te laten stijgen, wat geen prikkel is om van het gas af te gaan. Hè? Daar gaat het om. Ja, dat klopt. In het verleden was het dus logisch dat het niet meer mocht, maar nu is het eigenlijk raar. En daarom vind ik het ook jammer dat de Nuon ervoor kiest om wel gebruik te maken van die ruimte die ze krijgen en de prijs dus met 14% te laten stijgen. En wat zou u graag willen? Nou ja, wat mij betreft laat ze die prijzen iets stijgen, want dat is op zich logisch. Maar in 2-3%, wat in het verleden elk jaar gebeurde, dat zou ik normaler vinden. Welke Arnhemmers hebben hier met name last van? In welk gedeelte van Arnhem zitten we al op stadsvorm? Dat is door heel Arnhem verspreid, maar met name de wijken Presikhaven en Schuitgraven hebben voornamelijk stadsverwarming. Dus die zien als er niets gebeurt hun prijzen met 14% stijgen volgend jaar? Klopt, die hebben ze ook zelfs al een bericht van gehad van de Nuon. U heeft vraag gesteld aan de wethouder, wat kreeg u voor antwoord? Dat ze het volkomen met ons eens waren en ook niet achter deze prijsstijging staan. En in gesprek gaan met Nuon en en richting landelijke politiek aan gaan geven dat ze dit niet terecht vinden. En dat hier een verandering in moet komen. Was u voldoende tevreden met die antwoorden? Ja, wat mij betreft wel. Nu nog vervolgacties of wachten we even nu op de reactie van het college? Ik wacht af wat het college voor elkaar krijgt en eventueel aan de hand daarvan gaan we eens kijken of we nog wat moeten doen. De wethouder zal in gesprek gaan met Nuon en het Rijk over de energierekening van de Arnhemmer.